Nou, we hebben drie typen zuilen hier die je kunt onderscheiden. We hebben de Dorische zuil, de Ionische zuil en de Corinthische zuil. Als we naar de Dorische zuil gaan, die kunnen we onderscheiden door middel van een plat dak. Dus een schuine afronding met een plat dak. Denk bijvoorbeeld aan het Parthenon, die heeft dit type zuil. Dan hebben we de middelste zuil hier, dat is zeg maar de Ionische zuil. Die kenmerkt zich eigenlijk door de krul aan de bovenkant. Dus ook met de vrij dunne zuil met vaak een krul erop. Denk bijvoorbeeld aan de tempel van Poseidon, ook op de Acropolis. Die heeft ook dit type zuil. En hebben we hier de derde type zuil, dat is de Corinthische zuil. Vernoemd naar Corinthe, van de plek waar ik nu ben, om dit uit te leggen. En die kenmerkt zich door de versierselen aan de onderkant van de zuil. En dit is ook geïntroduceerd in Corinthe, daarom is het ook een Corinthische zuil. Dus dit zijn de drie type zuilen. Ze zijn ook een ouderdom gerangschikt. De Dorische zuil is zeg maar de oudste van de drie. Dan heb je de Ionische zuil. Vervolgens heb je de Corinthische zuil, wat de jongste van de drie type zuilen is. Dus deze drie type zuilen kun je onderscheiden. En zo kun je ze eigenlijk herkennen. Dus als er vragen zijn, kun je ze altijd stellen. En ik zie jullie de volgende keer.